Ik ben Sietske van Dijk. Ik ben grapmaker van de blije buren Lief en Leed van deze straat, het Baliemolenerf. Ik vind het leuk om dat te doen, omdat je de verbinding maakt in de straat. En je kan ook de mensen iets geven waardoor ze elkaar gezien voelen. Ik heb voor een bruidspaar al een bloemetje gekocht, omdat ik het leuk vond om hun te kunnen feliciteren met hun trouwdag. We hebben ook mensen geholpen die ziek zijn door corona, door een kaartje in de bus te gooien, maar ook door een bloemetje te brengen. En zo op deze manier proberen we, want ik doe het met nog twee dames, de verbinding te maken in onze straat. Ik heb er veel plezier in. Ik vind het heel leuk om te doen en ik heb er gelukkig ook alle tijd voor. Vertel nog even wat een gangmaker is. Een gangmaker is iemand die de verbinding maakt in de straat en die voor de mensen die dat ook waarderen gelukkig iets kan doen. Dit kan een kaartje zijn, het kan een bloemetje zijn, maar ook een kleine attentie. De mensen kunnen ook zien dat ik de gangmaker ben bij ons in de straat, want ik heb een sticker op mijn raam. En daar staat ook op: blije buren, lief en leed, actie Gouda. Als je het leuk vindt om mensen te ontmoeten, is het heel leuk om gangmaker te zijn, omdat je heel makkelijk dan contacten legt in de straat. En je kan die contacten ook allemaal weer verbinden. En dat maakt het juist zo leuk.